Yo, gamefans van Nederland, welkom bij een nieuwe aflevering van Five Nights at Freddy hier op Cortex Gaming. De vorige keer ging het niet zo goed, dat hebben we allemaal gezien. Ik ben inmiddels een beetje aan het spel gewend, gelukkig. Jullie hebben allemaal flink de poleurs inzien laten schrikken. Goedemorgen Jan. Gaat nu al niet goed. Ik heb hopelijk het geluidsprobleem een beetje gefixt. Ik heb wel iets beter geluid hopelijk nu. Ik heb hem iets anders neergezet en dat schijnt te werken. Ik heb een beetje getest. Weet je wat, we gaan er gewoon gelijk induiken. We waren bij nacht 4. Ik hoop vandaag nacht 5 te halen. Hopen jullie met me mee? Ik hoop het wel. Let's go. Night 4. 12 uur. Vierde nacht. Ben nu al bang. Bah. Oké. Let's go. Kom op. Hallo. Oké. Yeah, phone guy. Blijf. Jij ook. Ja, neemt iemand die telefoon nog eens op? Dankjewel. Oh, shit. Chica is al weg. Waar ben jij? Oh, jij bent daar. Oké. Okay. Waarom klopt er iemand? Oh, dat is op de telefoon. Ik ben een circle. Blijf. Gordijn gaat al open. Dat is altijd leuk. En Bonnie is weg en Freddy kijkt me aan. Bonnie is daar. Chica. 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 Doe eens voorzichtig. Oh, we gaan dan beginnen met rare liedjes. Fijn. What the fuck was dat? Oké, phone guy is in a lot of troubles. Hey, Chica, ben jij er ook al? Kijk me niet zo aan, joh. Staat daar iets? Nee. Jij bent daar nog. Jij bent daar nog. Goed zo. Jij bent... Waar precies? Daar. Oké. Bonnie. Bonnie. Daar weer. Goed zo. Power besparen. Dat hebben we nodig. Power besparen. Ik heb eerlijk gezegd nog niet echt tijd gehad om te kijken hoe je dit spel nou precies moet spelen. Want ik wil hem eigenlijk uit hebben. Want ik heb gehoord... dat Five Nights at Freddy 3 eraan zit te komen. En ik moet 2 nog doen. Dus het lijkt me een leuk idee. Als jullie het leuk vinden, laat het even in de comments achter. Of jullie deze serie leuk genoeg vinden om deel 2 voor mij te gaan spelen. En daarna misschien deel 3. Zo ja, laat even een like achter en laat het even in de comments gelijk weten. Dan weet ik dat het bevalt. Maar, nou ben ik Bonnie weer kwijt. Bonnie. 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 Oh, daar ben je. Goed zo. Blijf. Ho, Bonnie, back off, ja? Ja, je bent prachtig, Bonnie. Echt prachtig, echt waar. That beautiful smile. Oh, goed zo. Bonnie heeft de camera's geïnspecteerd. Daar is er één en daar is er één. Waar de fuck is Chica? Is dat Chica? Hè? Freddy is daar. Dan is dat Chica. En dan moet dat Bonnie zijn. Oké. Okay. Foxy is nog niet gekomen. Mooi. Iedereen is nog op zijn plekje. Goed zo. Ik denk dat we gaan redden vandaag, jongens. Even afkloppen hier zo, want... Blijf. Oké. Okay. Jij bent daar. Jij bent nog steeds daar. Nou, we gaan niks doen vandaag. Ah ja, ze hebben me natuurlijk al 2 keer gewoon echt flink te grauw. Kut, zij is ook weer weg. Holy shit, waar ben jij? Denk hier. Chica? Chica? Bonnie. Bonnie, waar is Chica? Ga Chica eens zoeken. Bonnie, kom op. Ga Chica zoeken. Chica? Chica. Oké, okay, Chica sloopt volgens mij even de hele keuken, is het volgens mij. Ja. Chica heeft zojuist gewoon wrecked house gedaan in de keuken. Gewoon even indoor verbouwing hier of zo. What the fuck? Weet je, stop gewoon alle camera's gelijk. Dat werkt nog wel eens. Why?
Oh, wacht. Is dat Chica? Ja, dat is Chica. Hi, Chica. Waar heb je Bonnie gelaten? Bonnie? 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 Oké, nu word ik bang. Oh, Bonnie zit in de kast. Bonnie zit in de kast. Chica is nog steeds daar. Bonnie nog altijd in de kast. Goed zo. Holy shit! Die had ik niet verwacht. Oh, ze is ook alweer weg. Bonnie dacht, weet je, misschien is het een leuk idee dat ik eventjes om 3 uur 's nachts ongeveer gewoon eventjes ai zeg en dan weer doei zeg. Gewoon even snel. Jezus, mijn hart zit alweer in mijn keel. En Chica gaat weer vervelend doen. Oh, hoe kom ik ooit levend door dit spel heen? Bonnie is weer uit de kast. Holy shit, Bonnie. Bonnie? Bonnie? What the fuck deed hij? Even gewoon in en uit de kast. Gewoon woepie. Now you see me. Now you don't. Foxy blijft tenminste lekker binnen. Daar ben ik heel blij mee. Bonnie. Ja, donder een eind op, joh. Dammit. Oh shit, jij bent er ook al uit. Ik heb trouwens gelezen hoe ik Foxy aan kan. Ik weet nog niet of ik het de vorige keer al heb laten zien of niet, maar... Chica spaced hem weer. Kan iemand een dokter bellen voor Chica? Het gaat niet goed met dat meisje. Wedden dat Chica zo meteen hier voor de deur staat? Wedden? Er is echt iets mis met die kip. Niet zo lang licht aan laten staan, Jan. Dat is toch gewoon verspilling. Oké. Okay. Mama. Help. Ik ben lang blij dat Freddy nog op zijn plek zit. Oh, dit gaan we misschien nog redden, jongen. Donder een eind op, joh! En blijf weg. Kom op, we kunnen dit. We gaan nacht 5 halen, jongens. Ik weet het zeker. So close. Ga sneller, klok. Ik kan veel beter met die lichten werken dan met die camera's. Ik bedoel, ze kunnen de hele tijd rondlopen, maar... Dit kost maar heel even power. Die camera's die kosten constant power. Als ik gewoon op Foxy en op die blijf letten. Is dat de manier waarop ik dit kan verslaan? Is dat de truc? Ik heb gelezen dat er een truc was. Maar ik weet niet wat. Is dit... Doe ik dit goed? Ik heb nog maar een paar procent power, jongens. Oh, Foxy speaking. Holy shit. Klok. Nee. Oh. Yes. Nul procent, jongens. 0%. Holy fuck. Night 5. En nu ben ik bang. Oké, we kunnen dit. Ik weet het. We gaan de 5e nacht halen, jongens. We gaan dit spel gewoon uitspelen. Ik weet het zeker. En anders de volgende keer, maar we doen het. Oké. Die techniek van net werkte. Oh, en mensen zijn al aan het lopen. Dus ik moet Foxy in de gaten houden. De stage in de gaten houden, zodat Freddy niet wegpleit. En dan de lichten checken en dan op tijd de deuren dicht doen.
Denk ik. Het werkte net en Chica zal weer pleiten. What the fuck? What the fuck is dit? Kan iemand 112 bellen? Want volgens mij heeft de phone guy een beetje een probleem. Oh, Foxy speaking. Holy shit. Ja, of die phone guy die heeft een... hoe heet het gast er tegenovergestelde gast van Helium? Nee, lach stem van krijg, zo grappig. Zwaveldioxide volgens mij of zoiets? Ik weet niet. Ik weet niet eens. Ik krijg een hele lage stem van, dat is echt grappig. Ik heb ooit bij Midbusters gezien. Midbusters, geweldig programma. Echt. Is dit nog op televisie trouwens? Wie van jullie is er ook fan van Midbusters? Laat even onder in de reacties weten. Gewoon. Ik vind het echt zo geweldig. En is Freddy nou ook al weg? Oké, Freddy is hem ook al gepleit. Mama. Oh, dan hoef ik niet eens meer op Mainstage te letten. Dan kan ik gewoon op Foxy letten. Huppakee. Kan ik gewoon heel snel... Oké, jij bent er nog in. Goed zo. Ai, dat werkt. Oké, we gaan dit halen, jongens. We gaan hem gewoon uitspelen. Ik weet... Oh, shit. Jij bent al onderweg. Ho. Nou. Ik misklik iedere keer. Dit gaat niet goed. Ik wil het gewoon redden. Net als die eerste aflevering. We aesten gewoon nacht 1 en 2. Gewoon achter elkaar. Gewoon screw you guys. En toen hebben we echt gewoon fucking lang op nacht 4 gezeten volgens mij. En op nacht 3. Maar ja. Oké, we gaan dit redden. Gewoon, we hoeven niet op de camera's te kijken. We kunnen dit. Ik wil wel even weten eigenlijk waar ze zijn. Waar de fuck zijn ze? Oh, hi. Wat een glimlach. Holy Chica. Ben je al weg? Ga eens weg. Pizza? Pizza. Pizza? Ja. Oh, shit. Oh, ik weet het. Initiate the run, dan moet ik hier naartoe. Ja? Haha, screw you. Ben je al weg? Goed zo. Jij bent ook weg. Nee. Ik heb Foxy verslagen. Hahaha. Screw you guys, I'm going now. Kom dan, Foxy. Hè? Oh, ik ace dit spel, jongens. Dit gaat lekker. Oh, wow. Oké, dit kunnen we, jongens. Dit kunnen we gewoon. Dit gaat gewoon goed komen. Dit gaat gewoon goed komen. Ik weet het 100% zeker. Oké, Foxy zit nog in zijn hok. Oh, ik krijg last van mijn vingers van het klikken gewoon, joh. Blijf. Volgens mij is Chica weer ergens in de keuken. Oh, dit is echt de techniek, jongens. Waar is Chica? Weet je, zet alle camera's gewoon weer even uit. Waar is iedereen? Chica komt zo meteen op bezoek. Ik heb wel gelezen dat deel 2 een stuk enger is. Gewoon in ieder geval een stuk moeilijker. Er valt een hoop gewoon te doen. Kijk, zoals hier gewoon, kan je gewoon klikken en heb je gewoon een bepaald patroon wat je kan volgen. Ik heb gehoord dat op 2 een patroon heel moeilijk is ofzo. Ik heb een paar video's ervan gezien. Om eerlijk te zijn ben ik echt gewoon Five Nights at Freddy fan geworden. Deze game is gewoon echt geweldig. Gewoon dat je met zoiets simpels gewoon zoiets kan maken. Gewoon. Het concept is heel simpel. Gewoon één mannetje in een kantoor en klikken. Echt serieus, als jullie gewoon een horrorspel willen spelen, dan moet je absoluut voor deze gaan. Echt gewoon screw Amnesia, screw Outlast, gewoon Five Nights at Freddy. Het is hartstikke goedkoop in de Steam Shop kost die... Is het 5 euro of zo? Dus ja, waarom niet, hè? Maar dan weet ik nog steeds niet hoe ik Freddy kan verslaan. En ik denk dat ik nu echt gewonnen heb op puur geluk. Ja, hij doet weer raar.
Ik denk dat ik net echt gewonnen heb op puur geluk, maar dat ik gewoon niet wegliep. Maar even serieus, guys. Als jullie weten hoe je Freddy aan kan pakken. Tenminste, mocht ik vanavond natuurlijk halen. Ik weet dat er ook nog een Night 6 is. Dus schrijf het sowieso maar even in de reacties. Mochten jullie weten hoe ik Freddy aan kan, laat het even achter. Oh, hi Chica. Die had ik niet verwacht. Ga eens weg. Waarom blijft Chica altijd zo lang? Freddy heeft een raar lachje. Ga eens weg. Oh, ik word wel creepy van al die muziekjes. Echt. Oh, goed zo. Waarom is deze nacht gewoon echt minder eng, lijkt wel, dan nacht 4? Sta ik nog voor iets groots te wachten of zo? Komt er nog iets? Ah! Waar de fuck kwam hij vandaan? Waar kwam die vandaan? Even serieus, guys. Ik had mijn lichten gecheckt. Ik had mijn camera's gecheckt. Waar was die gast? Waar komt die vandaan? Hoe versla ik hem? Even serieus. Ja, dit ga ik anders niet redden. Weet je... Oké, mijn hart doet pijn. Ja, mijn hart zit in mijn keel. Ze hebben me weer te pakken gekregen vandaag. Dankjewel, Freddy. Pff, nu slaap ik vannacht weer niet. Maar oké. We gaan hem nog niet uitspelen dus vandaag. Er komt sowieso dus nog een aflevering aan. Willen jullie het me daar alsjeblieft helpen? Weet je hoe ik Freddy kan verslaan? Nummer 1 reactie, echt waar. Zet het in die reacties. Alsjeblieft, ik heb dit echt nodig. Zoals ik al zei, Five Nights at Freddy 3 komt eraan. En het lijkt me heel leuk om die te gaan spelen. Om eerst naar deze 2 te gaan spelen en dan 3 te gaan spelen. Maar dan moet ik deze natuurlijk wel eerst uitspelen. Daar heb ik echt jullie hulp bij nodig. Dus jongens, ik ga het afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie van mijn schrikreactie alsnog genoten hebben. Dat ik niet gewoon voor de koptelefoongebruikers, net zoals ik, net heel hard in je oren heb zitten schreeuwen of zo. Ik schrok me echt de pleuris. Holy fuck. Ik hoop natuurlijk dat jullie het weer leuk vonden. Weet je hoe ik Freddy kan verslaan? Nogmaals, zet het even in die reacties neer. Ik heb het echt nodig. En dan hoop ik jullie dat ik jullie de volgende keer weer zie. Goedemorgen Jan. Of jullie mij natuurlijk eigenlijk. Nou ja. Ik hoop dat jullie de volgende keer natuurlijk weer bij zijn bij de volgende aflevering van Five Nights at Freddy. Die wordt als het goed is volgende week donderdag weer gepost. Nou ja, zoals ik al zei, laat een reactie achter. Doe dan ook gelijk even een like. Gigantisch voor mij. Vergeet niet te subscriben. Dan ben je altijd op de hoogte van wanneer de nieuwe video's uitkomen. Neem gewoon nog even een kijkje rond op de rest van het kanaal. En dan zeg ik voor nu tot de volgende keer. Mazzel! Go, go, go.